Het Steun je Club initiatief zorgt voor veel financiële mogelijkheden voor elke club. Vele organisaties en mensen staan al achter dit concept. Kom op Den Haag, maak het mogelijk. Kom op Sportbonden, laat ook eens wat van je horen. Steun je club. In principe is Wil Jong een heel introvert meisje. Vooral als kind zijnde. Ik vind dat ze zich later heel goed heeft ontwikkeld. In het hoe je over moet komen als een toptennisser. Maar in het begin was ze altijd wel wat verlegen. En stond ze ook een beetje met de schoudertjes naar beneden en het hoofd naar beneden. Maar nou ja, zoals wij Wil Jong nu kennen, en dat weet ook iedereen, is het een heel open turnster geworden. Met de schouders rechtop en... Ja, dat was als klein meisje niet zo. Dat had misschien ook te maken met dat Wyoming's zus Tané Marcela, die turnde ook. Dat was een hele goede turnster. Wyoming was het jongere zusje en ja, stond altijd in het begin een beetje in de schaduw van Tané. Maar door heel hard werken en door heel gedisciplineerd haar werk altijd te doen, heeft ze zich toch ontwikkeld tot zelf ook een hele goede turnster. Ik begon met Vincent vanaf mijn 12e, dat is dan, ben je dan jeugd. En ja, vanaf en dan tot en met 18. En ja, ze was er altijd en was altijd bereid om ervoor te gaan. En ja, dat is toch wel een kwaliteit die je ook nodig hebt om ver te komen. In 2007, mijn allereerste, de EOF, dat was in Belgrado. Daar was ik samen met Marit Ewald en Anne Tritte. Zat ik in een teampje en we waren daar tweede geworden. Dus eigenlijk best wel goed. En een jaar later op de jeugd Europees kampioenschappen in Clermont-Ferrand in Frankrijk. Toen werden we met het team derde. Dus dat was echt, ja, dat was echt, dat denk ik wel ook een van de leukste wedstrijden. Dus, en toen vanaf 2009 begon ik als senior. Ja, je weet natuurlijk, ja, de eerste jaar zal natuurlijk een beetje, ja, verkennen zijn. Want natuurlijk ga je dan met de grotere turns, met de oudere turns, zoals Verona van Leur, Susanne Armes. Daar moest ik dan tegenop en ook tegen mijn zus. Dus dat was wel, ja, even gewoon wennen. Maar uiteindelijk heb ik wel gelijk in 2009 als eerste, mijn eerste debuut in Milano, in Italië. Mocht ik daar mijn eerste EK turnen. Ja, de eerste wedstrijd, de kwalificatie, was ik dan als 8e allround geplaatst, gekwalificeerd. Ja, en toen ook nog gelijk een finale gepakt op sprong. En daar was ik 7e geworden. Dus al met al echt wel heel tevreden. Nou, in 2010 eerst heb ik nog, want het EK komt voor het WK, dus in april had ik toen nog het EK in Birmingham geturnd met het team. En ja, vlak daarna, toen, of nou ja, best wel kort op, komt eigenlijk al het WK. Dat was inderdaad Rotterdam. Ja, op het moment dat ik te horen kreeg, was op een ochtend, volgens mij dinsdagochtend, toen werden we gebeld door de topsportmanager. Ja, en toen hoorde ik dat ik in het team zat voor het WK Rotterdam. Nou, natuurlijk heel gaaf, gewoon thuis, wedstrijd en... Ja, mijn eerste WK zou dat worden. Maar op het einde van die dag, toen met het laatste element en laatste beurt wat ik toen deed op brug, toen overstrekte ik mijn elleboog tijdens een vlucht van laag naar hoog. Ja, toen had ik me dus verkeerd opgevangen, wat dus leidde tot een ernstige blessure en dus geen deelname meer aan het WK. Ja, ik was toen, ja, wat was je toen? 16. Dus toen... Ja, dat begint pas eigenlijk je turncarrière. En ik weet toch van zoveel ervaring met blessures van ja, dat gaat wel over.
Alleen je moet gewoon zorgen dat het mentaal gewoon nog goed bleef. En nou, dat was het sowieso. Nou, in 2011 was er natuurlijk weer een WK en een EK. Nou, voor het EK in 2011 was in Berlijn. Nou, dat was voor mij sowieso nog te vroeg vanwege mijn elleboogblessure. Want ik was ook geopereerd. En daarna in 2011 het NK heb ik dan ook niet geturnd. En na het NK heb ik dus pas besloten om toch voor het traject te gaan in Tokio. Nou, dat ging eigenlijk wel heel goed. En ja, ik zat ook wel weer in het team. En toen gingen we dan met een team van 5 of 6 gingen we dus naar Tokio toe. En ja, we waren toen 13e geëindigd met het team. En dat was ook trouwens de eerste kwalificatie voor de Olympische Spelen. Voor in Londen al. Ikzelf was eigenlijk niet echt met Olympische Spelen bezig. Kijk, ik wist er wel van dat Rotterdam en Tokio de kwalificaties waren. Maar ikzelf was er eigenlijk helemaal niet mee bezig, want zo ver in mijn hoofd was ik nog niet. Ja, Wyoming heeft natuurlijk heel veel toernooien, wel grote toernooien meegemaakt als EK's, WK's, een test-event. En als ik er dan toch eentje uit moet pikken, dan was het de bronzen medaille op het test-event op sprong. Wat uiteindelijk ook haar recht gaf om naar de Olympische Spelen te gaan. Ik zat echt gewoon een paar minuten lang zoiets van jeetje, weet je wel, dus nu wat opeens de Olympische Spelen in één, nou, misschien ineens een sprongetje wat opeens heel duidelijk. Ja, dat was natuurlijk euforie. Elke sporter wil dat graag en elke coach wil het ook wel eens meemaken natuurlijk. Hier in de club werd het heel erg ontvangen natuurlijk en haar omgeving en school en ja, alles wat dicht bij ons stond was natuurlijk in de hoera stemming. Ongeveer 3 of 4 weken later kwam er had Celine een brief gestuurd naar de KNGU dat ze toch een klacht ze wou toch een aanvaring doen. En ja, dat was wel, op dat moment stortte toch wel even mijn wereld in, want ja, op het eerste moment wel gewoon accepteren, weet je wel. En ja, en dan een klein maandje later, dan hoor je dan toch wel zoiets. En op dat moment was ik in Zweden op stage. Nou, het viel echt wel even, ik was wel echt helemaal kapot van. Maar goed, ja, wat kan je er tegen doen? Uiteindelijk is er een rechtszaak gekomen. Is het toch teruggedraaid de selectieprocedure. En Celine en Wyoming moesten opnieuw zich kwalificeren. Daar hadden wij eigenlijk niet zoveel rekening mee gehouden. Want we dachten dat we al gekwalificeerd waren. Hoor ik dus dat we nog 3 kansen kregen, al 3 World Cups. Nou, ik heb van die 3 World Cups heb ik er eentje kunnen doen. Want nou, voor mij was het een mentale dip. En voor Celine was het natuurlijk een motivatie van, dan heeft zij nog een kans. Dat betekent dat je weer opnieuw met je periodisering aan de slag moet en eigenlijk weer opnieuw moet gaan pieken. Wat sowieso heel ongunstig is, want de piek zou natuurlijk moeten liggen op de Olympische Spelen zelf. Nou, toen ik van de 3 maar 1 had gedaan en ook nog eens eigenlijk niet goed had gedaan, had ik wel zoiets van, nou, dit wordt wel heel moeilijk nu. Maar ik dacht achteraf van, ja, ze kunnen het toch gewoon niet maken dat ze nu opeens, nadat ze mij hadden voorgedragen ook al voor NOC-NSF, dat ze nu dan iemand anders gaan kiezen. Ja, dat kon ik eigenlijk niet gewoon beseffen, dat ze dat, als ze dat gaan doen, ja, dat, wat moet ik dan? Nou, uiteindelijk is het nadelig voor ons uitgepakt en is Celine naar de Olympische Spelen gegaan. Ja, dus tot het, ja, ik wist niet of ik wel het NK wou doen, of ik nog wel door wou gaan, of ik wel überhaupt nog wel weer een wedstrijd wou turnen. Ja, het ging van alles door mijn hoofd heen, want het was gewoon echt niet leuk. Ja, weet je, uiteindelijk vind je het ergste voor de sporter zelf. Trainersleven gaat dan ook wel gewoon weer door. Maar voor Wyoming persoonlijk was het het grootste drama, zeg maar. Ja, natuurlijk veel over gepraat en het maar eens eerst even verwerken. En uiteindelijk moet je gewoon weer nieuwe doelen stellen. En dat is de manier om dat ook weer naast je neer te leggen. Ja, ik heb uiteindelijk toen voor mijzelf ook gewoon bewijs van,
ik hoor gewoon naar de Olympische Spelen te gaan. En dat wou ik via het NK toch wel voor mezelf bewijzen. Maar op de podiumtraining zelf ging het niet zoals verwacht en maakte ik nog wat fouten. En ik was de hele tijd verdrietig toch wel. Want als je Celine dan toch confronteert, dan is het toch wel moeilijk. En nou, Ahoy is sowieso heel groot en alles is gewoon heel, heel uitbundig. Dus het was allemaal zoiets van, oh jeetje, ja, ik weet niet of ik het wel aan kan. Dus wij, Vincent en ik, hebben gewoon besloten om toch voor te gaan. En ja, gewoon, we zien er wel. Gewoon turnen. Gewoon lekker je ding doen. Ga maar gewoon. Ja, dat is ook een beetje Wyoming eigen. Hè? Want dat heb ik natuurlijk ook wel eens meegemaakt met een blessureperiode van haar. Daar kan ze eigenlijk ongelooflijk goed mee omgaan. Natuurlijk moet je dat eerst even kort verwerken. Maar Wyoming kon al vrij snel altijd, of het nu een blessure was of de Olympische Spelen moeten missen, de knop omzetten om weer nieuwe doelen te stellen en ook daar weer voor te gaan. Ik had wel echt even iets nodig om nog wel door te willen gaan met turnen. En uiteindelijk heeft de KNGU mij wel een buitenlandse stage, hebben ze mij toch wel gesponsord. En die ik daar toen had ik voor Canada gekozen. En uiteindelijk heeft dat mij wel weer gemotiveerd. Maar ik weet niet, als ik het niet had gedaan, dan weet ik niet of ik het wel nog had kunnen doen. Nou, ik had gewoon eigenlijk een nieuwe impuls nodig. Gewoon, ik heb de Olympische Spelen niet gehad. Het is me gewoon, gewoon net niet gelukt, weet je wel. En, ja, misschien geeft het me ook wel weer gewoon nieuwe motivatie als ik een andere situatie opzoek. Wat ik dus ook heb gedaan vanuit hier naar Canada toe. Dus al snel heb ik al, had ik zoiets van, ik kan het gewoon proberen. Weet je wel, want voor de volgende Olympische Spelen zit weer 4 jaar tussen. Dus ja, die tijd heb ik wel om gewoon te kijken wat ik echt wil. En uiteindelijk, na het NK heb ik al wel besloten dat ik naar Amsterdam wil gaan. Ja, dat was niet makkelijk. Alhoewel ik het wel kon begrijpen. Wyoming en ik zijn heel goed uit elkaar gegaan. Voor haarzelf zag ze een nieuwe uitdaging. En dat was een nieuwe club in een grote stad als Amsterdam. Dat trok haar denk ik ook heel erg. Om dat mee te willen maken. En op een gegeven moment ga je daar ook mee akkoord. En dan is het zoals het is. Nou, ze heeft een telefoongesprek gehad met ons en gedacht van ik ga eens me oriënteren of ik wellicht naar een andere club zou willen. En wij vonden het eigenlijk een eer. Wij vonden het een eer omdat dit meisje ongelooflijk goed geschoold is door Vincent Wevers natuurlijk. En we hadden in eerste instantie helemaal niet gedacht dat zij ambitie had om onze kant op te komen. Dus dat siert aan de ene kant onze, onze houding, zeg maar, daarin. Aan de andere kant waren we natuurlijk hartstikke blij dat ze haar oog had laten vallen op Amsterdam. Tegelijkertijd besef je dan wel dat je een grote verantwoordelijkheid op je neemt. Want je wil het niet alleen, je wil het minstens zo goed doen als waar ze vandaan kwam natuurlijk. En wellicht wel de uitdaging aangaan om het nog beter te maken voor haar dan. Want op dat stuk van haar carrière was ze wel aangeland. We hoefden haar niet meer te leren turnen en we hoefden haar ook niet meer te leren hoe wedstrijden in elkaar zaten. Want die basis die heeft ze allemaal al meegekregen. Nou, we zijn eraan begonnen om er klaar te stomen voor het WK. En
Ja, dat ging eigenlijk een hele goede kant op. Was het niet zo dat we op de laatste dag van de stage in Zweden had zij een nare blessure aan haar elleboog. Dus dat zorgde voor een setback en dat was dan lastig om daaruit terug te komen. Heb ik me proberen terug te knokken om weer echt vol in het traject te gaan en me te focussen voor de kwalificatie in Alphen aan de Rijn. En ja, echt, die wedstrijd ging eigenlijk wel heel goed. Ik ging alleen voor sprong en balk, want brug en vloer was nog net niet klaar vanwege mijn elleboog, want die had ik nog wel last. Ja, en een paar dagen daarna kregen we ook te horen dat de teamuitslag voor het WK. En ja, ze hadden me toch meegenomen, gelukkig. En ik was zelf al een beetje bang van, ja, misschien nemen ze me niet mee, omdat ik net niet belastbaar ben vanwege mijn elleboog ook. Maar gelukkig hadden ze me wel, vertrouwden ze me wel en namen ze me mee. En toen hebben we gekozen voor een bocht, werden uitgezonden voor een wereldbeker. En daar scheurden ze helaas de Achillespees. Dus ja, dan zakt de droom wel in elkaar, zeg maar. Hè? Ja, ik heb nog nooit zo'n blessure gehad, maar ik hoorde gewoon duidelijk in de afzet, dat hoor ik gewoon, dat klopt niet. En ik dacht eerst, wow, ik zet op beton af. Maar nee, het was gewoon echt, die Achillespees scheurde gewoon vol af. En ik had het ook echt niet verwacht. Ik had wel veel spanning om mijn kuiten, maar met name om mijn rechter. Maar ik scheurde mijn linker af. Dus het was heel vaag. En ik heb die beweging gewoon nog afgemaakt. Ik landde hem zelfs nog. Ik heb nog uitgestrekt naar de jury. Op het moment dat ik wegliep, en toen zakte ik in op de landingsmat. En toen wist ik al van, ja, toen ging ik gelijk voelen natuurlijk. Maar ik voelde echt een gat erin. En toen wist ik al wel van, jeetje. En déjà vu, gewoon naar Rotterdam 2010 terug. Wyoming was nou eigenlijk heel ambitieus. Dus aan haar kracht lag het niet, aan haar ambitie lag het niet. Maar wellicht hadden we de signalen die er al waren misschien beter moeten inschatten. Nou, eerste wat ik schreeuwde gelijk van nee, niet weer, geen WK. Ik wist het gewoon gelijk al en dat schreeuwde ik naar mijn trainer Wolter toe. En ja, ik stond echt gewoon voor me uitstaren. Gewoon, ik kreeg gewoon geen adem van je, dat kan gewoon niet weer. Ja, dat, sowieso gun je dat een topdanser niet, want we hebben ze allemaal nodig als Nederland zijnde. En dat voelt natuurlijk speciaal omdat Wyoming een dunser is waar ik lang mee heb gewerkt. Nou, wederom is het altijd moeilijk als je echt een goede langdurige blessure hebt. Dan is het altijd gewoon, het blijft moeilijk. Maar zelfs hier wist ik gewoon, ja, ik wil gewoon, ik ben net verhuisd, weet je wel. Ik ben net, alles is rond van Twente naar Amsterdam. Ik heb mijn eigen woning, school gaat prima. Dus ja, waarom zou ik dit opgeven, terwijl Rio eigenlijk al best dichtbij is. Dus nee, wederom had ik. In het begin was het wel echt moeilijk. Ik heb wel echt 2-3 weken echt zitten balen. En gewoon niet met turnen bezig geweest. Maar uiteindelijk wist ik gewoon. Kijk, ik denk ook wel dat ik het misschien nodig had. Gewoon even wat anders naar turnen. Want dan weet ik gewoon. Ja, dit is eigenlijk toch niet wat ik wil. Het uitgaan, het andere, weet je wel. Dus dan uiteindelijk wist ik gewoon. Dit is niet. Ja, dit hoort niet bij mij. Ik wil gewoon turnen. Ik wil gewoon hard werken. Gewoon weer op een wedstrijd staan. En toen had ik zoiets van: ja, ik ga gewoon door. Nou, ze maakt stapjes. Fysiek gaat ze vooruit. Ze mag de kuit bijna volledig belasten. Dus we zijn aan het looptrainen, we zijn aan het kaatsen met een beetje minder lichaamsgewicht. Basis acro, zeg maar, zijn we mee bezig. Ja, en dan neem ik aan dat als dat lijf eenmaal weer belastbaar is, dat de computer, al die opgeslagen programmaatjes, die zitten er nog rotsvast in. Dat zie je gelijk. Als je haar ziet bewegen hier over de vloer of over de brug, dan is het allemaal, dat is allemaal oké. Mijn eerstvolgende doel is het EK. Die is volgens mij nog niet bekend, het WK wel. Dat is in Glasgow volgend jaar, in 2015. En ja, ik ga eigenlijk sowieso voor het EK en wil ik wel echt gaan. En dan, als het goed is, is dan mijn Achilles zodanig hersteld en weer op kracht dat ik wel weer voor het traject kan gaan. Dus eigenlijk, dat is mijn eerste grote doel. En ja, natuurlijk wat ik net ook al wel zei, het WK, ja, dat is allemaal afwachten. Misschien dat het te snel komt, maar misschien dat ik ook gewoon over een paar weken wel weer zo fit ben. Maar momenteel ben ik nog niet op belastend. Dus misschien aan het einde van dit jaar zijn er nog wel
een paar leuke wedstrijdjes in november, december. Dan kan ik daar in ieder geval weer mezelf testen. Ik kijk er met bewondering naar hoe ze probeert terug te vechten, zeg maar. En ik probeer er waar nodig af en toe een steekje onder water of af en toe een pikje in de rug. Zo van, let nog even hierop of hou je vooral bezig met de hoofdzaak. Want ja, de verleidingen zijn natuurlijk groot. Als je niet zoveel kan, dan... Maar daar heeft ze, die focus is nu helemaal oké. Dus verwachtingen, ja. De hoop is, laat ik het zo maar zeggen, de hoop is dat ze het NK wellicht een toestel kan turnen. Dat wij het WK-traject nog overslaan dit jaar. Maar dat we haar klaarstomen voor het Europees kampioenschap. En kijken wat ze daar wellicht individueel, bijvoorbeeld met sprong of een ander toestel, kan bereiken. En zo niet, dan hoop ik dat ze gewoon klaar is voor de WK 2015. Nou, ik denk dat Wyoming, als zij terugkomt, dan kan zij een hele waardevolle turnster zijn voor het team. En Wyoming is ook een goede allrounder met een specialiteit op sprong. En een goede allrounder, een stabiele allrounder zoals zij in de vorige cyclus was. Ik hoop eigenlijk dat ze op die manier ook weer terug kan komen. De tegenslagen zoals niet naar de Olympische Spelen gaan en nu dan de Achillesblessure, hebben toch wel met mij, ja, ze hebben toch wel een beetje invloed gehad op mijn denken uiteindelijk en op motivatie ook wel. Maar ik weet gewoon wat iedereen zegt, je komt uit een blessure of uit een hele nare periode, kom je altijd sterker terug. En tot nu toe heb ik dat eigenlijk wel meegemaakt. Dus ik heb ook gewoon alle vertrouwen in dat het nu ook wel goed komt. De Olympische Spelen in 2016, daar ga ik echt voor. En daar zet ik ook alles op in, om daarheen te kunnen. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams are more powerful than one with all the facts.